Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video op het Aapkanaal. Mijn naam is Maan en vandaag gaan we iets nieuws doen, namelijk photoshoppen. Ik heb het niet van Jojoa genakt, toch Joa? Nee, dit is... Ik heb het ook niet van andere mensen genakt, gelukkig dus. Nou, vroeger vonden Joa en ik het al heel erg leuk om lekker te knutselen in Photoshop, om grappige dingetjes te maken, dus daar gaan we gewoon mee verder. En vandaag gaan wij voor elkaar een banner maken. Gewoon een YouTube banner, gewoon eentje die echt perfect ons kanaal representeert. Dat was geen goede zin geloof ik, maar dat maakt niet uit. En het idee is een beetje jullie gaan bepalen wie wint. Ik weet niet wat de criteria zijn. Hoi. Oké, nou, ik heb eventjes een leuk mapje gemaakt met allemaal prachtige foto's van Joakim. Toen hij nog jonger was, toen hij nog wat mooier was. Nee, grapje, joh, je bent nog steeds een prachtig kerel. Ja, toen was ik nog knap. Al die eerste foto, daar vond ik mezelf wel heel sexy. Ik denk dat je dat toen dacht, deze... inderdaad. Ik denk dat je toen dacht van zo, wat een... Zwoele boy. Joakim, vertel mij, welke kleur past bij jouw kanaal? Ik heb nu blauw. Oké, geel dus. Kanaalkleur. Ja, geel. Geel dus. Ik zei blauw, maar geel is ook nee, goed. Nee. Geel is best. Dit is wel een mooie geel. Deze foto, die moet gewoon heel vaak terugkomen, vind ik. Want dit is wel echt een genieten foto natuurlijk. Dus ik ga Joakim's hoofd even hier uitknippen. En ik ga daar de achtergrond van maken. Die ga ik lekker inblenden natuurlijk. Het is wel very sexy. Ja, kijk zo. We moeten een achtergrond, wow. Hè? En die gaan wij in de achtergrond blurren, want het is natuurlijk wel een achtergrond. Het is niet de voorgrond of zo. Nee, deze is erg belangrijk. Kijk, nou, dat is... dit doet het hem wel, hoor. Oeh, kijk, zo komt er een prachtige... Niet helemaal symmetrisch, maar dat maakt niet nee, uit. Nee, maar symmetrie is niet kunstig, Joa. Kom op, voegen we die ook samen, die doen we ook in de achtergrond. Kijk, nu begint het wel ergens op te lijken. Toch? Ja. Joa, zoals je het schrijft, gewoon goed. Oh, dat is... Nee, zo schrijf je het. Zo schrijf je het. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Jawel. En wat is nou de meest logische plek om het neer te zetten? Hier. Niet Joa, zodat mensen echt weten dat het gaat. Ja, dan weten ze echt hoe je het moet schrijven. Prachtig. Nou, doen we daar nog een mooie drop shadow onder natuurlijk. We hebben natuurlijk een prachtige achtergrond met Joa's erop, maar we moeten een Joakim hebben die echt eruit spat. Zal ik het uitknippen zoals jij dat vroeger deed? Ik kan me nog herinneren dat jij voor NL Gaming, of gewoon gaming, zoiets was het, had jij het een beetje zo uitgeknipt. Gewoon wel netjes, maar dan niet helemaal netjes. Ja, wel heel netjes. Zoiets. Weet je? Kijk, dat je ook denkt van... Het ziet er oprecht niet eens heel verkeerd. Nee, what the fuck, hoe kan dat? Zet het. Maar dat is het leuke, als je een beetje met Photoshop kan omgaan, kan je van lelijke dingen toch iets leuks maken. Ja, precies. Even kijken, natuurlijk je Instagram, porno.com. Maar voor de andere kant, Joa, ik vind dat er aan de andere kant van Jojoa ook nog wat moet. En dan gaan we wel voor de ijsetende kien. Ja, ijskoontje in je hand. Nou, kijk Joa, ik heb een prachtige versie van jou uitgeknipt. Maar ik vind wel dat hij wat lichter moet. Kijk. Het is wel een prachtig exemplaartje, moet ik zeggen. Ja, toch? Wacht, het moet wel iets duidelijker zijn dat je een ijsje aan het eten bent. Zo. Weet je wat het grappige is? Ik vind het er oprecht niet heel lelijk uitzien. Nou, ja. Het is niet mooi, maar het is ook niet lelijk. Het is, ja, echt mooi kan ik het niet noemen, maar... Ja, kijk. Nou, ik moet zeggen dat het wel echt indrukwekkend begint te worden, hoor, Joa. Ja, ik vind het er zeer impressive uitzien. Allee, ik vind dat er wat meer kleur bij mag. Ik mis King Alert. Mag ik vragen waarom Paul eigenlijk op mijn banner moet staan? Hoor ik hier nou een lichte haat naar Paul? Nee, zeker niet. Oh, je bedoelt... Heeft Paul mij op zijn banner staan? Nee. Ja. Ja, maar kijk, Joa, weet je wat de reden is waarom ik Paul op je banner ga doen? Nou? Ik ga jou voor Paul zetten. Oh, dat is... Oh, ik deed het op de verkeerde creatie. Kijk, daar is hij. Kijk, hij houdt je in de gaten. Je ziet aan zijn gezicht dat hij je gewoon in de gaten houdt. Wat je ook doet op YouTube Nederland, Paul is er altijd. En Paul staat altijd bij. En daarom deze foto. Moet hij zo groot? Wat zei je? Moet het zo groot? Ja, absoluut. Oh, oké. Nou, jongens, ik vind... Ik geef het op. Hij kan niet meer mooier. Is hij af? Ik heb alles gegeven. Alles gedaan en... Voilà. Het was hard werken. Het was hard werken, maar dan heb je ook wat. Ik zie die 100 euro tegemoet. Door 100 euro? Ja, ik krijg hiervoor betaald, toch? Oh, nou, dat stond niet in het contract.
Oké, ik zet Paul wel groter. Oké, nu is het mijn beurt om Maans mooie fotootjes in een bannertje te gaan verwerken. Ik ga gewoon beginnen met, ik denk deze foto. Want ik moet zeggen dat dit is me toch wel een mooie foto. Ja, dat is ook mijn favoriet, hoor. Dit is het denk, hoor. Ik ga jou misschien eventjes wat groter maken. Oeh, dat is een mooi effect. Ik moet zeggen, dit is prachtig. Oké, dit ga ik denk ik als... Hij is af. Hij is af, dames en heren. Kijk, ik weet dat ik in het Cantatribo zat, maar zoveel bos op mijn banner hoeft nou ook weer niet. Ja, echt een bosjesman, hoor. Gewoon dit. Nee, wacht, we moeten natuurlijk wel... Oké, we moeten ook even je naam. Ik weet niet meer wat mijn naam is. Kanaal. Aap het kanaal. Oh, dat is wel heel gebogen. Aap het kanaal. Nee, dit is goed geschreven, toch? Nee, ik heb geen K in mijn naam, hoor. Jawel, blauw is wel mooi op zich. Ik ga jouw achtergrond ga ik denk ik even misschien rood maken of zo. Oh ja, van bloed natuurlijk. Ik moet zeggen, dit is ook al best mooi. Misschien iets minder rood. Ja, mooi, mooie transparantie toevoegen. Dit is mooi, hè. Ik vind deze foto's ook wel mooi. Kijk, ja, hoor. Dat was een van de eerste keer dat ik stoned was. En dat was in de Zeeman. En ik was in mijn eentje in de Zeeman. Ik ben gewoon de Zeeman ingelopen. Heb dat ding op mijn hoofd gedaan, een foto gemaakt. En hem afgedaan en weer uit de Zeeman gelopen. Dat is oprecht het verhaal achter die foto. Jezus. Kun je het al voorstellen, je werkt gewoon bij die zeeman, komt echt... Je ziet ineens één guy, zie je gewoon naar binnen komen lopen. Die neemt gewoon een foto met een onderbroek op zijn hoofd en loopt gewoon weer weg. Maar ik zit te denken, ik ga een beetje misschien jouw tactiek kopiëren. Oh, nou zeg, hè. Beetje Oké, jongens, punten aftrek. Creativiteit. Hoezo? Ik vind dit heel creatief. Allemaal even mooi in het midden neerzetten wel. Nee, in het midden neerzetten. Mooi... Half mooi in het midden. Zoiets een beetje. Oh. Oh, prachtig. Deze moet er natuurlijk gewoon in verwerkt worden. Ja, eigenlijk zou je dat als voorfoto moeten doen. Nee. Dit komt als tweede voorfoto, zeg maar. Dit komt hier te staan, zo. Mm. En dan ook één zo. Oh, wel symmetrisch natuurlijk. Ja. Hier is over nagedacht. Bijna net zo symmetrisch als mijn haarlijn daar op die foto. Ja. Even kijken, ik ga even wat leuke effectjes erbij doen. En dan Aap het kanaal moet natuurlijk ook mooi opvallen. Ja, dit is magnifiek, dames en heren. Magnifiek. Holy shit. Hoe kan het zijn dat ik nog geen miljoen abonnees heb gehaald met deze misschien content? Misschien als je geüpload had in de afgelopen jaren. Wie weet. Oké, even kijken hoor. Prachtig. Ik vind het wel mooi op zich, hoor. Ik ook. Of het zo mooi is als jouw nieuwe banner, dat weet ik niet. Nee, dat... Nou, dat komt wel. Dat komt wel, hoor. Dat komt wel. Ik vind jouw Photoshop skills wel echt on point, hoor. Ja, hè? Ja, zeker. Dat vond ik dus ook al van mezelf. Wacht, ik zoek nog even... light flare PNG op. Oké, dan doen we even een mooie effect geven. Zo, jij gaat echt voor de kwaliteit. Ik ga echt voor die kwaliteit, hoor. Ja, jij gaat echt... Echt. Ik stuur je weer 100 euro terug op... Even kijken hoor. Ja, het moet natuurlijk hier, moet het echt... Dit is het epicentrum. Ja, precies. Ja, alles. Zo ja. Weet je wat nog het kut is, Joa? Nou? Mijn echte banner, hè? Ja. Ik heb die niet meer. Ik ga een nieuwe moeten maken. Oh, nice. Oké, nou ja, ik moet zeggen... Wat wil je dan nog voor Instagram tags bij? Mijn Instagram is geloof ik... @yoyoa. @yoyoaofficial. Dat dacht ik ook. Oh, mooi lettertype. Ja. Nee, maar waar is de Comic Sans, Joa? Joa, ik mis de Comic Sans. Oh, hij moet wel een Comic Sans. Oké. Ja, wauw. Tyfus mooi. Zo ongeveer. Ja. Dan zetten we hem even op een mooie plek. Zo doen we hem. Duidelijk. Ja. Zo gaat iedereen van mijn kanaal jou volgen. Heb jij een soort quote of een soort van levensmotto, zeg maar? YOLO. Nee. YOLO. Nee. Oh, wacht. YOLO. Ook leuk, ook leuk. Dat is jouw levensmotto, toch? YOLO. Oh, ja, het moet natuurlijk wel overkomen als mijn quote. Wauw. Ja, toch? Prachtig. Ja. Het mooiste aan de banner vind ik ook wel gewoon het wit. Nee, hij is echt prachtig. Hij is mooi. Hij is origineel. Zeker. Er is nog nooit zoiets eerder op YouTube gedaan. Ik denk dat nog nooit iemand deze exacte afbeelding heeft gemaakt. Nog nooit. Nee, ik betwijfel het inderdaad, ja. Wat upload jij allemaal op je kanaal, man? Gewoon Minecraft games en challenges, toch? Nee, vooral porno. Challenges en games. Ik vind vooral dat je het gamen goed hebt terug laten komen, deze banner.
Minecraft Steve. Oké, nee, weet je, ik ga gewoon deze doen. Ik vind deze echt prachtig. Hij is niet al te druk, moet ik ook zeggen. Hij is lekker rustig, weet je wel? Toch? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Het is overzichtelijk. Je weet, als je hier naar kijkt, weet je gelijk wat ik upload, wat ik doe, ja, hoe ik ben. Je ziet mijn persoonlijkheid. Precies. Ja, ik vind ook vooral inderdaad dat je persoonlijkheid heel goed naar voren komt. Maar die van jou ook, hoor. Ik bedoel... Ja, die van mij ook natuurlijk. Ik moet zeggen, ik ga er niks meer aan doen. Hij is goed. Hij is af. Nou, oké. Okay. Ja, ik, finito. Oké, okay, zoals jullie zien staan hier de banners onder elkaar. Kijk, mij is het natuurlijk duidelijk wie er heeft gewonnen. Maar het is aan jullie. Laat het in de reacties achter. En laat ook achter wat jullie volgende keer willen dat we photoshoppen. En abonneer natuurlijk even op Joakim. Linkje in de beschrijving. Alsof mensen nog niet geabonneerd zijn. En like deze video, deel. En laat een comment achter. En ik neuk jullie allemaal.